Goedemorgen. Zo, ik ga nu de kerstkaarten gaan posten. Een heel stapeltje. 22 kaarten. In één hand. Het zijn er eigenlijk niet zoveel natuurlijk, want het zijn mensen die over de tegen de 100 kaarten versturen. Dus dit is mijn stapeltje. Leuke enveloppen trouwens ook. Sommige. De eerste toch. Het is een leuke envelop, vind ik. Dus die gaan de post op. En één ga ik zelf gaan posten, omdat het eigenlijk recht tegenover de deur is bijna. Dus, en vandaag ga ik verder Frans studeren. Étudier le français. Zo. Ça c'est bon. Ça c'est tout. Et, het is maandag vandaag. En zondag. Joepie. Ik ben op dit moment koffie aan het zetten. Want, er is niets beter tijdens het studeren. In de winter. In de zomer ook, maar in de winter nog meer. Dan koffie. En, het ideale daarvoor is, ik heb dit weekend deze tas cadeau gekregen van mijn broer, dus die komt nu goed van pas, aangezien hij echt in de kerstsfeer heerst. Dus ik hoop dat de koffie lukt, want eerlijk gezegd zet ik zelden koffie, met de koffie zet ik gebruik altijd Senseo, omdat het meestal bij één tas blijft, maar uiteraard voor zo'n tas... Ik heb trouwens ook nog deze tas, een kleinere tas van Starbucks. Dus daar zit ik ook wel eens koffie in. Maar ik ben eigenlijk geen held in het goede koffiezet. Ik moet altijd een beetje zoeken van... maar ik hou ook van sterkere koffie, dus ik ben misschien niet snel tevreden over mijn eigen koffie. Dus hij loopt gewoon door. Dus ik ben al geen dom lontje dat geen koffie kan zetten, dus dat is al goed. Bon, dan ga ik straks nog verder Frans studeren, want er is nog wel wat nodig. Er is nog wel wat werk aan, vrees ik. Maar we gaan ons best doen. Dus, voilà. Dus, brother, I raise these toasts to you. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik heb straks een mondeling examen, of een stukje van het examen Frans 1. En... dus een telefoongesprekje doen in het Frans, out of the blue. Dus daar ben ik nu nog enkele uurtjes voor aan het leren en dan straks vertrekken en hopen dat het lukt. En dan vanavond als ik thuis kom, wacht Frans 2 op mij. Daar moet ik nog een presentatie voor in elkaar steken. Dat is het nadeel als lectoren pas een viertal dagen op voorhand schablonen online gaan zetten. Dan moet je heel veel last minute gaan doen, dus er is nog wel wat werk vanavond en ik krijg stilaan stress. Zo, ik ben ondertussen thuis van mijn mondeling Frans van het dialoogje. En naar mijn mening ging het goed, maar ik weet niet of dat het ook zo gekwoteerd zal worden. jammer genoeg begon de lector wel een uur later dan we voorzien, dus ik ben nu ook een uur kwijt om... verder te werken aan Frans voor morgen. Dus ik heb dit gaan halen, ik heb pasta gaan halen. Het is deze week de plussaus, heb ik genomen. En het is met tonijn en courgette. En wat zit er nog in? Zilveruitjes. Munt zat erin, dat weet ik ook nog. Bon. Een pasta saus, dus ik wou die wel proberen, dus hij ruikt alleszins ontzettend lekker, dus dat ga ik nu eten en dan ga ik verder werken aan mijn Frans voor morgen, wat nog wel wat voeten in de aarde heeft, jammer genoeg. Dus bon, tot straks. Het is nu 1 uur 's nachts ongeveer. Niet direct zo laat ook, hè. 1 uur 's nachts. En het is klaar, het is net afgeprint. Dus,
Dat ga ik morgen voorstellen. Twee artikels. Eén artikel over een start-up, monamfi.com, waar leerlingen hun notas kunnen uploaden en waar andere leerlingen dan de notas kunnen downloaden en er gebruik van maken voor zelf te studeren. En ze kunnen dan, de uploadende leerlingen kunnen dan €5.000 aan een beurs winnen of concerttickets of sporttickets, hij is voetbaltickets voor naar de voetbal te zien. En dan het tweede artikel is over Domino's Pizza en Ben Jerry's die op Twitter tijdens de match tussen Frankrijk en Oekraïne op 19 november, EU voetbal, geen idee hoe ik daar eigenlijk bij gekomen ben, maar dat had Twitter dus. En dus die reclame gemaakt hebben op een zeer kleine, unieke manier eigenlijk, aangezien ze samen een hashtag gelanceerd hebben. Een hashtag is een soort een onderwerp dat je kan volgen op Twitter. En zo op die manier marketing gevoerd hebben gedurende de match van Oekraïne en Frankrijk voor de wereldbeker. Of zoiets. Iets met de wereldbeker. Whatever. Voetbal. Dus er kruipt wel wat tijd in, maar het is af. Dus moet ik dan morgen vroeg nog een stukje studeren en gaan voorstellen in de middag. En nu ga ik slapen. Slaap wel. Ik ben nu thuis van de permanente evaluatie van Frans. En die is eigenlijk beter meegevallen dan ik had gedacht. Dus het was al de stress waard, onzeker. Ook daar wederom een uur vertraging. Een uur en 20 minuten vertraging. Dus ik beklaag degene die om 7:30 ingepland stonden. It will be very late. Maar toen ik thuis kwam, wacht er post. Kerstkaartjes. Dus ik heb al twee gehad. Deze vind ik eigenlijk wel heel mooi. Deze. Mooi. En het enige echte. Juf Leandra stempel. Geweldig eigenlijk. Dus I'm a happy child. Bon, dat was het voor vandaag en gisteren. Bedankt voor het kijken alweer. In de volgende vlog mag je een... ik heb telefoon. In de volgende vlog mag je een huisrondleiding verwachten op aanvraag van Nina. En laat een comment achter in de box beneden. Geef een duimpje en vergeet niet te abonneren, zodat je op de hoogte blijft van de laatste video's. En tot zeer snel, dag!